Dit is het trieste verhaal van de gebroeders Schut. Twee broers, Hein en Bernard, uit het gezin Schut kwamen om in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Hun verhaal? De familie Schut is afkomstig uit Wehl, een klein dorpje tussen Didam en Doetinchem. Vader Schut was een landbouwer en moeder Schut was de dochter van een boswachter. Rond 1925 verhuist het gezin Schut naar Boksel, naar het zogeheten Kinderbos, waar grond gepacht werd. In het begin van de jaren 30 wordt vader Schut gevraagd door Natuurmonumenten als pachter van boerderij Balsvoort. Balsvoort was een ontginningsgebied aan de zuidelijke rand van de Campina. Op dit plekje, en vooral daar zo, in die hoek daar, stond de schuur en daar de boerderij, de laatste boerderij van Balsvoort. In totaal hebben er 5 boerderijtjes gestaan op Balsvoort. De boerderij lag ver afgelegen, zo vertelt Wim van der Wouw. De gebroeders Schut, ja, dat waren mensen, dan kwamen er bij je contact en die woonden nog ver achteraf, nog veel verder dan wij. En wanneer zagen die? Maar het leven was heel zwaar hier in dit stukje. Er was geen water, er was geen licht, er was geen elektriciteit. En als in de winter de sneeuw met bakken naar beneden kwam, was op de Balsvoortse weg gewoon niet te fietsen. Voor de kinderen die naar school moesten, die 9 kilometer verderop lag, dus ook weer 9 kilometer terug. En op dat moment werden de kinderen gewoon thuis gehouden. Dat kon wel eens dagen duren. Dus je kunt je voorstellen, het was hier niet best leven. Vader Schut overleed echter in juni 1933 en zijn weduwe nam de huur van Balsvoort over. Het gezin telde 9 kinderen. De gezinsleden vlogen uit en weduwe Schut vond in haar 3 ongetrouwde zonen, onder wie Hein, haar steun en toeverlaat. Bernard kwam te wonen in Oorschot aan de Oude Grindweg. Hein werkte eerst op het land en later bij Natuurmonumenten in de bosbouw. In zijn vrije tijd volgde hij een cursus boekhouden. Hein en zijn broer Theo hadden contacten met het verzet. Op boerderij Balsvoort zaten onderduikers in de stal en in de schuur. In september 1944 waren er Amerikaanse militairen verscholen op de Campina. Hein Schut zou samen met de Bokselse ondergrondse deze mensen van eten voorzien. Op 2 oktober 1944 werd het hart van Oorschot geraakt, waardoor de majestueuze kerk van zijn toren ontdaan werd. De gevechtshandelingen leidden tot een tweede evacuatiegolf op 3 oktober. En zoon Bernard, die inmiddels getrouwd was, werd gedwongen om te evacueren. De Oorschottenaren trekken met volgepakte fietsen, kinderwagens en karren richting Moergestel en Oosterwijk. Zo ook Bernard Schut. Hij keert met zijn vrouw en 5 kinderen terug naar moeders op Balsvoort. Op Balsvoort zaten dus evacuees en onderduikers. De vader van Leni de Laat zou samen met kapelaanslegers zorgen dat onderduikers onderdak kregen. Onder andere op Balsvoort. Dat ging heel slim. Ik moest altijd boeken wegbrengen naar hun. Vanwege dat die nogal veel lazen. En ik denk dat daar ook briefjes in hebben gezeten van ons pap. Ons pap die liet niks los. Die wou niks zeggen en die wou ook nooit ergens over praten. Alleen als ik daar elke week woensdagsmiddags boeken weg moest brengen naar hem. En die moesten vrijdags of zaterdags weer terug. Zelfs burgemeester Verwiel verbleef in de laatste oorlogsfase als onderduiker op de boerderij. Ook het verzet onder leiding van Wim van der Klei had de ligging van deze hoeve als een ideale schuilplaats gezien voor 7 Duitsers die zij krijgsgevangen hadden gemaakt. Die krijgsgevangenen waren op zolder ondergebracht en werden permanent bewaakt. En er was dus een vaste trap naar boven en er was een hele grote zolder. En er was een raampje en er stond een patrouille zat ook nog in. Dat was heel raar, dus daar kon ze niet uit. En er zat 1 boven bij die Duitsers, ongewapend, of niet. En dan werd ze afgelost en zo naar boven beneden toe, dat ze die konden pakken en ontwapenen. Omdat de familie Schut meer burgers opnam vanwege de evacuatie, was het zinvol de Duitsers naar elders over te brengen. Maar in plaats van de krijgsgevangenen naar een andere schuilplaats over te brengen, werden zij een eind verderop in de bossen vrijgelaten. De familie Schut was hiervan niet op de hoogte
en kwam door deze wat onbezonnen actie van de verzetsgroep in groot gevaar. Op 4 oktober kwam een nieuwe groep evacuees op Balsfoort aan. Inmiddels was de bezetter via de 7 vrijgelaten Duitse soldaten op de hoogte van de locatie waar hun kameraden door het verzet waren vastgehouden. 2 dagen later, op 6 oktober 1944, zijn de evacuees op het erf van Balsfoort bezig met het graven van een kelder. Die kelder is nodig om hun kostbare spullen in op te bergen voor het geval ze verder moeten trekken. Even verderop in het bos is Bernard Schut bezig met enkele evacuees om bomen om te hakken. Deze bomen moeten de kelder verstevigen. Plotseling worden ze geconfronteerd met 3 haveloos uitziende Duitsers, die vertellen dat ze gedeserteerd zijn. De Duitsers zoeken een onderduikplek om zich zo over te geven aan het verzet. De Duitse soldaten doen er alles aan om het vertrouwen te winnen van de gebroeders Schut. Hein nam het op zich om het groepje Duitsers te begeleiden naar een schuilplaats. Maar ze zeiden dat ze het zelf wel zouden vinden. Hein ging huiswaarts, nog onwetend van het vreselijke lot dat hem en zijn broer die middag zou treffen. Rond 3 uur wordt de ouderlijke boerderij door Duitse soldaten plotseling omsingeld. Onder hen bevinden zich ook de zogenaamde deserteurs, maar nu weer gekleed in het Duitse uniform. De evacuees en de hoofdbewoners van Balsfoort moeten naar buiten komen en worden tegen de muur van het bijgebouw gezet. Bernard, die zijn zoontje op de arm had, en Hein moeten naar voren treden. Tini, dochter van Bernard, vertelt hierover. En had hij gezegd, zorg er goed voor. En toen hebben ze meegenomen en ja, 300 meter schijnbaar ja, willen vluchten of iets. En toen hebben ze hem neergeschoten. 300 meter verderaf. De weduwe Schut, de moeder van Hein en Bernard, was eieren halen op de rozenproeven en wist dus niet wat er zich ondertussen thuis had afgespeeld. Bernard dacht op een gegeven moment zijn kans schoon te zien. Hij wendde voor dat hij moest plassen en liep weg. Maar de Duitse soldaten achtervolgden hem. Plots klonken er schoten. Bernard kwam niet meer terug. Op 6 oktober 1944 is Bernard Schut op ongeveer 100 meter van de boerderij Balsfoort in de richting van Oosterwijk doodgeschoten door de Duitsers. Zijn lichaam werd in een schuttersputje gegooid. Het zou nog lang duren alvorens zijn lichaam gevonden werd. En toen is hij onderweg, is mijn vader probeert te vluchten. Waarom, dat weet ik dus niet, maar hij is dan neergeschoten in zijn rug. En die is toen in een greppel er ergens begraven, 300 meter van het huis af. Ja. En daar heeft hij hoe lang gelegen? 14 dagen. Maar ze hebben gevonden dus dat door weer en wind de bladeren weggevallen waren en de klompen bloot waren gekomen. Die staken naar boven. En daar hebben ze hem op gevonden. Hein Schut werd naar het hoofdkwartier van de Luftwaffe in Bos en Ven aan het Klompven gebracht. Ook Gijs Gelle, die met de zogenaamde deserteurs ook een gesprekje over onderduikmogelijkheden had gevoerd, werd daar opgesloten. Hein en Gijs Gelle werden aan een stevig verhoor onderworpen, om daarmee te proberen de verzetshaard op te rollen. En mijn oom die hebben ze toen meegenomen gehad, nog naar je nachtwaarschouwen te overhoren of te ondervragen. Ja. Dus oom Hein, hè? Oom Hein, ja. Was oom Hein. Wat hebt u begrepen wat daarmee precies gebeurd is? Nou, ik heb dus verder gehoord dat ze hem dus flink gemarteld hebben s'nachts en dat ze zijn tanden uit zijn mond geslagen hebben gehad. Heb ik gehoord. Dus en dat je flink gemarteld en dat je daar zelf een graf heeft moeten graven waar ze hem ingeschoten hebben. Ja. Daar heb ik er dus van gehoord. Ja. De volgende dag, op zaterdag 7 oktober. In de middag, rond een uur of 4-5, nemen 2 met geweren bewapende Duitsers Hein Schut en Gijs Gelle mee richting het bosgebied. Ze hadden hun ogen terneergeslagen. 3 kwartier later werden er geweerschoten gehoord. Hier bij het Klein Aderven bleken Hein Schut en Gijs Gelle te zijn vermoord door de Duitsers. De stille getuigen van dit drama zijn nog te zien bij een boom aan het Klein Aderven. We zien hier allereerst het kruis, vervolgens de initialen van Hein Schut en van Gijs Gelle.
en tenslotte de datum van het drama, oktober 1944. De volgende dag, op zondagochtend, heeft Jo Rozen, lid van het Rode Kruis, met een fietsbrancard de lijken opgehaald. Tinus Rozen die had dus gezien dat die twee daar gefusilleerd waren, nadat ze er eigen graf aan moeten graven, want Klein Aderven was dat. Hij gaat naar Willemen, naar zijn broer, als Willem, wat ik nou gezien heb, zo en zo, en Willem naar dokter De Seyn. En toen zei dokter De Seyn, de brancard voor de dag, de Hansen brancard, met een paar fietswielen eronder, hè. En Gerard Verhoeven moet hem ook hebben, en Gerard Verhoeven, Gerardje Verhoeven dus, en Willem Rozen, die hebben toen daar samen die lijken opgegraven. Zo vertelt mij Willem Rozen, dat heb ik niet gezien. Hè? Zo heeft mij Willem Rozen verteld, en Willem was geen leugenaar. En die hebben toen daar die lijken opgegraven en die hebben ze op die brancard naar Oosterwijk vervoerd. En die hebben ze begraven op het kerkhofje van de hervormde kerk in de Kerkstraat. Wat voor impact heeft het op een kind als je vader in de oorlog sterft? Hoe oud was u toen uw vader stierf? Drie jaar was ik. En de oudste was zeven. Ja. Wat voor impact heeft dat op u? Heel erg. Ja? Heel erg impact altijd gehad. Ja. Probeer eens uit te leggen wat dat betekent. Wat ik niet te veel is emotioneel. Ja? Ja. Ja, dat is altijd een impact. Hè? De gebroeders Schut kregen een straatnaam in de wijk Pannenschuur, waar in 1998 in opdracht van Theo Schut, zoon van Bernard, ook een monument voor de familie Schut geplaatst werd. Dat stond aanvankelijk aan de oude grindweg in Oorschot. Nu staat het aan het Bevrijdingsplein in Oosterwijk. Een monument voor verzetsmensen werd in 2003 geplaatst aan de Roon te Borstel, aan de rand van de Campina. Anno 2014 is Balsfoort een prachtige plek in de natuur, waar niets erop wijst welk drama zich hier heeft afgespeeld.